Boy van der Beek en Niek Verstegen scoren tegen hun oude club in de derby. Boy van der Beek 3 keer, Niek Verstegen 2 keer. Ja, heel apart toch, denk ik, hè? Scoren tegen Achilles namens de treffers. Ja, dat is ongekend eigenlijk. Als je gisteren gaat slapen, dan droom je eigenlijk van. En dat het dan zo uitkomt, is wel fantastisch. Ja, Niek, en voor jou ook. Meteen je eerste 2 goals en dan juist tegen Achilles. Ja, ik denk dat dat super is. Had er nog wel eentje bij moeten, denk ik. Dan hadden we er allebei 3 gehad. Maar 5-2 is goed genoeg, dus daar doen we het voor. Natuurlijk ook een beetje wrang. Oudspelers van Achilles, doen jullie de das om? Ja, zo is het. Treffers heeft optimaal geprofiteerd van de situatie bij Achilles. En spelers, 3 spelers aangetrokken, waarvan er, ja, die scoren die jongens vandaag. Hè. Dus je kunt zeggen dat Achilles bijna alle doelpunten heeft gemaakt. Genoten van de derby-sfeer? Ja, natuurlijk. Als je ziet wat de Treffers supporters weer... kijk maar eens wat er hier op het veld ligt allemaal. Dus dat is super mooi om mee te maken, ja. Nou ja, we hebben het voetbal niet slecht gedaan en we hebben ook wel... Kijk, maar je kunt merken aan die jongens allemaal, die komen van een hoofdklasseniveau. En daar stonden ze bijna onderaan. En nu moeten ze aanpoten in tweede divisieniveau. Ja, wat kun je verwachten van die jongens? Dat is heel moeilijk. Voel je toch nog iets van medelijden met Achilles? Er staat toch een soort jeugdteam nu? Ja, je kunt het ze niet, maar we spelen nu voor de treffers en de punten zijn heel, heel belangrijk. Dus we zijn blij met de punten en denken niet meer zoveel terug. Ja, en Boy, bij jou helemaal bijzonder, want je hebt de wedstrijd Achilles de treffers beslissen namens Achilles. En nu ben je hier beslissend, namens de treffers. 2 keer een derby beslissen voor verschillende clubs. Ik denk niet dat het vaak voorkomt. Ik denk dat het nog in 1 keer is voorgekomen en ik denk ook dat het de laatste keer is eigenlijk. Alleen, ja, ik ben er super blij mee. En als ik zoals vorige week in de kantine ben en ik zie hoe erg de supporters meeleven en gewoon niet kunnen slapen ervan, ja, vind ik het mooi dat wij dit als team zo hebben neer kunnen zetten.